Wow, dit is insane. Zoveel natuur dat hier al is gegroeid. Wow. Dikke wietplantage hier. Kijk daar. Het enige voor mij waar ik nu kan van genieten tijdens de lockdown. Fuck yeah, boys and girls. Welkom terug bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Sias. Vandaag ben ik en Daan in een verlaten complex van een verlaten fabriek. Meerdere verlaten fabrieken zelfs. Dus heb je zin in deze video? Druk op die like. Laat iets weten in de reacties. En ik check jullie zelfs. Woe! Hier kunnen wij gewoon door of wat? Ja. Dat zou wel nice zijn als we hier door kunnen wandelen. Dit gemaakt. Echt? Ja, dit was de vorige keer nog. Ah nee, hier. Ah, ja, hier is het gat. En hier zo'n poort, maar die is met een slot dichtgemaakt. Hier kunnen wij gewoon door. Oh ja. Uppatee. Oh, we zijn binnen op het domein. Check dit. Holy fuck. Voilà, dit was een kookfabriek. Hier maakten ze dus namelijk cocaïne. Kijk eens aan. En wij kunnen hier gewoon op dat wegje hier mooi wandelen. Ik heb handschoentjes aan, want het is fucking koud. Wij lopen nu op een pad. Eigenlijk was dit vroeger een spoor. Want dit pad leidt naar een verlaten spoorbrug. Die dan bij deze fabriek hoorde. En hierboven zie je nog, kijk, ja, van die bovenleidingen. Ja, bovenleidingen. Koperdieven zullen de draden wel hebben gestolen. Ja, voilà, zoals Daan zegt, de koperdieven zullen de bedrading wel hebben gestolen. Maar dus dit leidt dus naar een verlaten spoorwegbrug, waar we nu even naar gaan kijken. Hup, 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 hup. Wow, sick! En daar precies een hele afvalbelt. Allemaal stukken metaal en zo, allemaal afval. Holy shit. Ik ben een paar maanden geleden samen met Daan en Jorrit ook een verlaten spoorwegbrug gaan bezoeken. Die was ook heel vet, maar daar zaten zo super veel gaten in. Dus je moest echt opletten waar je dan liep. Maar bij deze valt het echt nog mee. Hier kun je gewoon mooi in het midden wandelen. Allee, het is niet bedoeld om te wandelen. Het is een spoorwegbrug. Maar ja, nu dat het verlaten is, komen hier Urbexers gewoon wandelen. En dit bezichtigen. Wat? Fucking heavy. Hoppatee. Wacht. Oh shit. Wat een klap. Wow. Verlaten spoorwegbrug. Verlaten fabriek. Nog een verlaten fabriek. Oh, wat zijn we toch maar weer aan het doen vandaag. Dit is toch genieten eigenlijk, echt. Wat moet je anders in een lockdown doen in de coronatijd? Allee, in de winter, het is koud. Maar ja, zo urbex, dat geeft toch een beetje adrenaline, waardoor je het gewoon terug warm krijgt. Lekker goed aandoen, handschoentjes, dikke schoenen. En ja, dat komt allemaal goed. Dit is echt het enige voor mij waar ik nu kan van genieten tijdens de lockdown, tijdens de coronatijd. Dus dat vind ik echt wel nice, dat ik dat eigenlijk nog kan doen. Daan, kans 1 op 10 dat je nu op de boot springt. 3, 2, 1, 1. Dikke boot komt hier even voorbij. We zijn op zoek naar een ingang om in een van de gebouwen te komen. Denk een daggebouw of misschien het gebouw rechts. Zoveel natuur dat hier al is gegroeid en zoveel bomen, planten. Kijk waar ik hier door moet lopen. Het is echt wel geflipt om dat te zien. En zo lang staat het eigenlijk nog niet leeg. Alleen misschien 10 jaar of zo. Maar ze gaan het ook niet kunnen afbreken. Want het kost miljoenen om zo'n fabriek af te breken. Allee, dat kan België niet betalen. Allee, ik wil zeggen, daar gaan ze geen geld in pompen om dat hier af te breken. Maar we hebben hier een ingang gevonden. Check dit. Wow, joh. Sick. Ja, stevig. Ça va. Oké, we zijn in een nieuw gebouw. Wow, yo! Security. Ja, security helikopter. Security straaljager of zo. We zijn een eindje naar boven geklommen. Kijk wat een uitzicht wij hier al hebben. Daarachter gaat zelfs de zon onder. Druk eens op de groene knop. Gaat niks meer doen. Hier, ja. Je moet geen explosie in monteren. Hier is een mooie brug. Klein stukje erop, niet te fel, niet te ver, want een beetje gevaarlijk. We vinden hier een zieke overstroming. Dat lijkt hier gewoon op een rivier. Zeg Daan, dit is wel iets gek. Kijk,
Dit is precies zo, ja, waar je zo met je bootje in kunt gaan en dan hier je boot kunt lossen en gewoon kunt wegvaren. Is het een rivier? Ja, maar dat is fucking raar, want hier moet er een oversteekplaats zijn geweest. Ja. Of aan twee, aan beide kanten kun je ja, iets lossen in het water of een bootje of zo, vind ik veel. Dat vind ik echt te sketchy om te doen. Ja, wat zou het zijn als we dit gaan beklimmen? Kijk ook hoe die buigt. Kijk dat, die toren. Zo, dat zouden beklimmen. Zo heel eng dan. Dit is die toren waar ik het over had net. Kijk hoe insane hoog. Bij 1000 likes gaan Daan en ik deze toren beklimmen. Ja. Ja, hè? Ja, ja, dat gaan we doen. 1000 likes. Dan komen we terug. Het scheelt dat we doodgaan. We lopen hier nu heel sketchy aan de rand van een muurtje. Daar moeten we naar beneden gaan en dan moeten we letterlijk hier over al die stenen om bij dat gebouw te komen. Ben er. De sunset in de background. En dat is een koeltoren. Dat is een verlaten koeltoren. Het is wat donker, maar jullie zien het wel. Bro. Ja. Dikke wietplantage hier. Kijk daar. Hier groeit gewoon wat planten binnen. In deze loods. Gewoon een klein stukje planten. In het midden van deze fabriek, van deze loods. Gek, hè? Ja. Dat hier groeit en hier kan niks regen vallen. Hier is geen zoninval, geen lichtinval. We zijn hier even binnengekomen in dit grote gebouw. Kijk, allemaal tonnen hier langs mij. En het ruikt hier ook wat verbrand. Ik denk dat hier mensen een vuurtje hebben gestookt of iets in de fik hebben gestoken. Maar kijk hoe diep naar beneden. Het is moeilijk te zien op camera. Maar het gaat echt diep naar beneden. Wij gaan proberen op het dak te geraken van dit gebouw. Maar daarom moeten we heel dit trappenstelsel volgen tot boven. Wow, dit is insane. Kijk waar ik sta en kijk met welk uitzicht. Wow, op de hoogste verdieping van heel het trappenstelsel waar ik op sta. En dat verlaten. Dat is verlaten. Dat is hier allemaal verlaten. Die fabriek is nog in werking. Oh ja, kijk daar het vuur. Ik weet het niet, joh. Sick. Deze view. Woehoe. Ja. Maar we kunnen niet op het dak. Jammer. Maar ja, we staan hier. Dat is voor mij goed genoeg, joh. Er is hier ook een hevige wind van boven. We gaan terug richting beneden. Yes. Boys, wij lopen hier nu al een tijdje over het domein richting mijn auto. Het is ook wat donker aan het worden. Het is rond 5:30 of zo. We hebben hier toch zeker een uurtje, anderhalf uurtjes, twee uurtjes misschien rondgewandeld. Maar ja, dit was het. Het was een vet avontuur, een vette fabriek bezocht. Ik hoop dat jullie ook dit leuk vonden. Laat eens weten in de reacties. Abonneer op mijn kanaal. Volg me op Instagram, staat in de beschrijving. En like deze video en ik check jullie bij een volgend nieuw avontuur. Ciao, ciao. I hope there are not booby traps, but Dan, have a nice booby I see here on the trap. I have a nice view.